Hoi, hallo, ik ben Alex. Ik ben een striptekenaar. Dat kun je misschien wel aan mijn shirt zien, maar dat kan ook toeval zijn. Ik ga jullie enkele tips geven hoe jij een stripverhaal kunt maken. Tip 1. Als je een strip gaat verzinnen, ga dan goed nadenken over wat voor figuur in jouw strip gaat optreden. Heeft hij een beroep of doet hij heel wat anders? Ga daar eens goed over nadenken. En nadenken, dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn hoor. Ga maar lekker op de bank zitten of misschien op je bed liggen en droom maar wat voor je uit. En als je dan lekker een verhaal bedacht hebt door op je bed te liggen en een beetje voor je uit zitten staren, dan ga je daarna achter je kladblokje zitten en dan ga je tekenen. Ik noem dat vaak droedelen. En het maakt helemaal niet uit, je moet niet te veel nadenken. En zoals je ziet, teken ik zomaar een pinguïn, omdat ik daaraan moet denken. En zo heb ik ooit de Gebroeders Pinguïn bedacht. Dat is een strip van mij. Dat is gebaseerd op mijn tweelingbroer en ik. Vandaar dat ik twee pinguïns bedacht heb. Maar ja, jij kunt natuurlijk heel wat anders bedenken. De tekenaar van Mickey Mouse bijvoorbeeld, die zag een muis lopen in zijn studio en toen heeft hij Mickey Mouse bedacht. Tip 2. Een strip moet in een aantal plaatjes verteld worden en het is best wel lastig om jouw fantasie in al die plaatjes te vangen. Hoe ga je dat doen? Nou, ik zal je vertellen hoe je dat gaat doen. Als je een verhaal bedacht hebt of gedroomd, zoals ik net zei, dan kun je daarna achter je tekenpapier gaan zitten en dan maak je even snel een aantekening. Dat gaat heel makkelijk op deze manier. Het hoeft helemaal niet heel erg ingewikkeld te zijn. Dit is bijvoorbeeld een kladje wat ik maakte toen ik dit verhaaltje bedacht heb. En je ziet, de tekeningetjes zijn heel eenvoudig en heel snel heb ik alle teksten erin gezet. Dan ben ik nog echt aan het nadenken, dus alles kan nog veranderen. En zoals je aan dit voorbeeld zult zien, is het eindresultaat dit. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar dat is veel later. Ook voor bijvoorbeeld de Donald Duck worden verhalen zo gedaan. Dit verhaal heb ik geschreven en hier zie je allemaal leuke oude schetsjes die ik toen ingedeeld heb. En het eindresultaat, nou ja, je ziet het al, dat is heel anders. En nu zijn we bij tip 3 aanbeland. Het echte tekenwerk gaat beginnen en wees niet bang. Je mag voorbeelden gebruiken, want je kunt niet zomaar alles uit je hoofd tekenen. Gewoon om je heen kijken. Soms ga je op internet dingen opzoeken of hier in de bibliotheek. Er zijn zat boeken waar hele goede voorbeelden in staan. Ik kwam een keer in een winkelstraat, liep ik langs een winkel en toen zag ik zomaar deze. Dit houten beeldje bracht mij op het idee voor dit Minnie Mouse verhaal. Maar ook een vriendin die online yogalessen deed, vond ik wel een leuk onderwerp om wat over te verzinnen. Samen heb ik dat gecombineerd en je ziet, deze beeldjes zijn in dat stripverhaal terechtgekomen. Oké, dit was het. Dit waren mijn striptekentips. Ik ben heel benieuwd wat jij met die tips gaat doen. Of eigenlijk ben ik nog veel benieuwder hoe jouw strip eruit gaat zien. En wie weet, tot de volgende keer.